Ja, we hebben het over het woord van God. En we hebben gezien in het woord van God hoe hij ons bemoedigt en versterkt. En soms is het wel, als een mens wel eens in de put kan zitten. Misschien zit je ook vandaag in de put. U die luistert en kijkt. Misschien zit je in de put. Maar ik wil je aanmoedigen om vast te blijven houden aan het woord van God. Want er komt uitredding. Want wat lezen wij op deze 7e november? Psalm 40 vers 3. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water. Dat is nogal wat. Dan dreig je te verdrinken. Maar, en uit het modderige slijk. Je was al aan het wegzinken. Maar toen kwam God. En toen kwam Jezus. Wat een geweldig iets is dat. Hij komt eraan. En hij helpt je. En hij zet je voet op een rots. Hij maakte mijn schreden vast. Ten eerste richt God ons op. Hij trekt ons uit de kuil, vol kolkend water. Als je alleen maar al in een kuil zit, in de put zit, dat is al erg genoeg. Maar er zit ook nog vol kolkend water. Alle dingen zijn tegen je. Alles stormt om je heen. En je denkt, ik kom om. Maar de Bijbel zegt, als wij in die situatie zijn dat we denken om te komen, dan roepen wij tot de Allerhoogste God en dan verlost hij ons, want hij zendt zijn woord om ons te genezen, om ons te helpen, te ondersteunen. Ook al zink je weg in het modderige slijk, dan komt hij en dan plaatst hij onze voet op de rots. Wat een verschil. Modderig slijk, kolkend water of op een rots staan. En dan maakt hij je schreden vast. Als je uit die put komt en God belooft aan jou om uit die put te komen. God belooft dat hij je uit die situatie haalt. Hij gaat je weg anders maken. Hij haalt je uit dat modderige slijk, haalt hij vandaan. En dan staat er, hij plaatst je voet op een rotssteen. Die geweldige rots die nooit zal wankelen en nooit zal bezwijken. En hij gaat je leven daarna krachtig en sterk maken, want hij maakt je schreden vast. Dat is de hoop voor onze levens. Hij zegt, mijn gedachten over u zijn gedachten van heil en van vrede, om u een hoopvolle toekomst te geven. U hoeft niet te blijven wanhopen, er is hoop voor u. Ook vandaag. Vergeet het niet, wanhopige situatie, er is hoop voor u. Vergeet het niet. Alles kolkt rondom je heen en je zegt, waar moet ik me aan vasthouden? Hou je vast aan God. Hij zegt, ik strek mijn hand naar je uit en ik haal je eruit. Een gezegende, fantastische dag.